wij maken websites en wij maken... hoe vaak beginnen we verhalen op die manier? En als wij websites maken met content erin, dan gaan wij persona's maken. Ja. En persona's, dat zijn mogelijke klanten die naar een website toe gaan en daar vragen hebben en die beantwoord willen zien. En dan ga je dat dus doen. Een soort type mens is dat, toch? Ja, een soort van archetype. Dus ja. De koper, en dan noemen we hem Henk. En dan zeggen we dat Henk niet al te veel geld heeft, maar wel geïnteresseerd is in bla bla bla. Ja. En we hangen er ook wat gedrag aan. Weet je wel, Henk is een beetje onzeker of wil juist heel veel dingen uitzoeken. Ja. En dat heet de persona's. Ja. Op een of andere manier maken we geen persona's voor bedrijven. Dus stel je voor dat je een website maakt voor een bedrijf. Ja. Dan weet je wel wat een klant gaat vragen en wat zijn behoeften zijn en emoties. Ja. Want dat zit in die persona's. Maar niet wat de behoeftes en emoties en beweegredenen zijn van het bedrijf. Wat eigenlijk het antwoord teruggeeft via de website. Maar dat gebeurt toch eigenlijk wel? Je ziet bijvoorbeeld... Een hoop bedrijven die hebben echt wel een soort van manier van doen. Dus die zijn bijvoorbeeld spontaan. Ja. Dus in hun uitingen zijn ze spontaan. Dat is natuurlijk een type mens die spontaan is. In plaats van een meer ingetogen, rustig. Ja, een heel mooi voorbeeld daarvan is en dat is de reden waarom ik het aangaf. Want ik zag pas geleden van Mailchimp. En dat bestaat waarschijnlijk al heel erg lang. Bestaat er een website die heet toneandvoice.com. Daar heb ik het ook wel eens over gehad. En daarin vertellen ze hele grappig, gewoon gebaseerd op cases. Bijvoorbeeld wordt het iemand die ziet het blog of gaat naar het blog van Mailchimp. En die heeft een aantal verwachtingen en et cetera. En vervolgens staat daaronder een aantal tips voor degene die eigenlijk die behoefte dan moet invullen op het blog van Mailchimp. En die zeggen van wees grappig en wees attent en zorg ervoor dat die verwachtingen vervuld worden. Eigenlijk is tone of voice is een stijlguide voor hoe je, wat voor toon je moet aanslaan in welke situatie. Het is echt een briljante stijlguide, het is echt geniaal. Ja, hij is echt dus de moeite waard. Hij is in kleuren ingedeeld, kleuren die volgens de kleurenleer een bepaalde mood weergeven. Dus rood staat voor er is iets heel ernstigs aan de hand. Ja. En als je daar dan op klikt, dan krijg je tips van hoe je, wat voor toon of voice je moet aanslaan als er een als er een factuur verkeerd is gegaan of zo. Whatever. Of als er ernstige dingen zijn. Ja. Echt heel erg goed gedaan. Ja, dat is heel erg goed gedaan. Maar ik merk dat, dat we dat eigenlijk wel eens over het hoofd zien. Dat een bedrijf, als wij naar een website toe gaan... Ja. Van bijvoorbeeld één persoon. Ja. En wij lezen bijvoorbeeld Philip Bloom. Dat is een beroemd videograaf. Die maakt video's met spiegelreflexcamera's en ook andere dingen. Ja. En als ik naar zijn website ga, dan voel ik zijn tone of voice. Dan weet ik de manier hoe hij communiceert. En dat proef je overal in terug. Ja. En dat zou eigenlijk ook moeten zijn voor bedrijven. Maar, bedrijven vergeten dat wel eens. Ja, het gebeurt wel. Alleen het maken van zo'n uitgebreide stijlguide zoals... tone of voice. Of voice and tone, hoe heet het ook alweer? Dat kost bakken met geld. Dus je moet prioriteiten stellen. Dus vaak zit er in een huisstijl zit er wel degelijk iets van... Er is echt wel onderzoek gedaan van wat voor soort bedrijf ben je? Hoe wil je communiceren met je klanten? Ja. En dat zie je ook terug in de beeldtaal. Er wordt wel vergeten om dat helemaal door te voeren. Ja. Want daar is het budget niet voor. Of er wordt te veel budget eigenlijk... uitgegeven aan mooie plaatjes in plaats van dat er ook budget wordt vrijgemaakt van hoe moeten we nu eigenlijk praten. Ja, terwijl dat een van de belangrijkste dingen is. Is het ook. He, want het is niet zeg maar, nou, je zet hem neer die website en dan dat is het dan. Ja. Hey, er is een dialoog gaande. Ja. Een klant heeft een vraag, gaat naar de website en verwacht dan een dialoog te starten die begint met het antwoord of met wat wedervragen of Het is wel interessant, want een deel van het creatieve budget zou eigenlijk moeten worden gereserveerd voor content. Hoe praten we? Ja, inderdaad, voor die dialoog. Want je merkt dat juist ook wat grote bedrijven... En het is heel erg moeilijk hoor, begrijp me niet verkeerd. Ja, maar die kiezen, ja inderdaad. Ja. Het dat is geen reden. Het is niet moeilijk, het kost moeite.
Je moet moeite insteken. Ja, maar overal moet je moeite insteken. Ja, inderdaad. Ja, maar dat is toch... Dat vergeten mensen af en toe. En het resultaat is, dan weet je wel, dan gaan ze aan de safe side zitten. Dus dan heb je bankbedrijven bijvoorbeeld. Nou, dat is dan misschien een slecht voorbeeld. Maar heb je bedrijven die dus in plaats van hun persoonlijkheid laten uitstralen, gewoon heel erg aan de safe side zitten. Ja. En weet het, klanten bejegenen met u. Om het maar voor de zekerheid te doen. Ja. En de knipoog vergeten. Als het mag. Kijk, dat is een keuze die je maakt. Kijk, bij een bank kan ik me voorstellen dat je iets formeler bent. Dat is minder grappig dan een marketingbedrijf. Ja. Het is nu eenmaal zo. Nou, dat is niet zo. Want er is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. ING Direct. Maar ook bijvoorbeeld Mint. Die hebben daar over nagedacht. En die zeggen van, nee, wij zijn ook een merk. Ja, en wij mogen, als dienstverlener... Ik denk dat een bank als ING daar ook over heeft nagedacht. Alleen het waarschijnlijk gewoon heeft besloten, wij willen formeel zijn. Ja. En inderdaad een wat kleinere bank die opkomt, die kan wat informeler zijn. Want die moet een bepaald publiek aanspreken. En het publiek van early adopters is nu eenmaal... wat toffer. Dus daar kan je ook wat toffer doen. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat als die banken eenmaal groot zijn, kijk maar eens naar hun tone and voice. Als het publiek gewoon hele... Dus wat je zegt is eigenlijk, als het publiek te breed is, dat je er een gemiddelde van moet maken, dan moet je ook maar heel gemiddeld praten. Dat gebeurt vanzelf. Waardoor je een soort van... Ja, maar dan verlies je identiteit. Ja, ik ben kijk, ik had voor... Gisteren hield ik een presentatie. En, dat heb ik gehoord, ja. Ik hield daar... het ging over de toekomst van het web. En op een gegeven moment twitterde ik... gisteren wilde ik weten... dat ik zocht naar negatieve invloeden op het web. Ja. En ik twitterde toen... wie zijn naast marketeers en juristen nog meer de vijanden van het web? Nou, en toen reageerde iemand... pissed off. Ja, die toon van jou, daar... Dat was er niet van gediend. Nou ja, het was... Ja, van de... Daar worden mensen... weet ik veel. Ja, omdat je was aan het generaliseren en dat vond je niet tof? Of, En daar krijg je... Daar gaan mensen nooit met je samen willen werken. Weet ik veel wel. Totale onzin. Okay. Maar in elk geval... dat is mijn tone en voice. Ja, precies, ja. Deal with it. Ja. Ja. Nou ja, of gewoon zo wat... Ja, of moet ik dat gaan aanpassen, omdat ik nu... dat ik wel 1000 volgers heb, moet ik dan ineens netjes gaan doen? Nee, dan, die 1000 volgers heb je omdat je op die manier komt. Waarschijnlijk. En waarschijnlijk heb ik geen 2000 volgers omdat ik me wel eens misdraag. Nou ja. Omdat ik niet misdraag, maar ik ben wel eens gewoon wat... Vanwege die muzieksmaak van je waarschijnlijk. Ja, weet ik wel. Nee, inderdaad. Maar ik denk juist dat het misschien nog wel eens kan zijn dat, omdat je zo'n specifieke toon hebt, dat je daarom misschien ook een veel hechtere... Ja. Dus dat het niet een vanilla of een vanille tone of voice is, maar dat je gewoon echt een hechte relatie aangaat met je publiek of... met de mensen waar je samen mee twittert. Je selecteert daardoor ook een bepaald type publiek. Ja. Dus inderdaad, doordat ik op een bepaalde manier praat, zal ik een bepaald soort volgers niet hebben. Ja. Dus mensen die een hekel hebben aan mijn manier van praten, zullen inderdaad andere mensen gaan volgen. Dat is prima. Daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg blij om. Ja. Maar het belangrijkste daarin is, stel je voor dat jij nou een ander kanaal hebt, bijvoorbeeld dat je op je blog heel erg formeel communiceert, dan denken mensen, ja, dat is gewoon iemand anders. Ja. Dat is, of dat is een secretaresse of een secretaris die dat krijgt. Je moet inderdaad, je moet in je uitingen moet je consequent zijn. Ja. Hey, weet het, jouw mails en jouw offertes of wat dan ook, dat moet eigenlijk dezelfde toon moeten hebben. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, als ik voor een klant een document schrijf over een bepaalde webtechniek, noem maar wat, dan gaat dat niet over mijn tone of voice. Nee, precies. Dan is het niet Vasilis die
dan gaat het over Mirabeau. Ja, inderdaad. Dan moet ik die tonen. Natuurlijk sijpelt er wat van mij in door, want ik kan nu eenmaal niet anders. Nee. Maar... van die leuke bijzinnen, want dat is evil natuurlijk. Ja. Maar ik vond het... ik heb trouwens de presentatie heb ik gelezen. Daar heb ik nog wel één of twee vragen over. Want je gaf...